Karel Dane, of moet ik zeggen Mr. 300. Mooi begin van de avond en mooi slot ook. Ja, absoluut. Ik zag daar opeens mijn vrouw en kindje staan en mijn ouders. Ja, ik wist van niks, dus ik was wel verrast. Het was wel een heel mooi moment. Het was, ik denk, Davy die dat geregeld had ook. En ja, het deed toch wel iets met mij, want ik wist wel dat ik ging gehuldigd worden en een truitje krijgen met 300 op. Maar als je dan ja, je familie daar zo ziet staan, maakt het wel heel mooi. Ja. Het is wel een indrukwekkende prestatie. 300 wedstrijden op het hoogste niveau? Of waren het 300 wedstrijden van Zulte Waregem? Ja. Nee, in België. Klopt. Ja, indrukwekkend. Dank u. Hoe heb je dat ervaren? Hoe kijk je daarop terug eigenlijk? Want 300 wedstrijden, dat zijn heel wat seizoenen. Hè? Ja, dan besef je dat je toch al een tijdje meedraait. En ja, vooral ook als je weet dat er nog 3 jaar Turkije eigenlijk niet meegeteld wordt. En dan denk je van ja, ik heb toch al een aantal matchen gespeeld. Iets waar ik eigenlijk wel trots op ben. En ik hoop dat ik er nog een serieus aantal mag bijdoen. Maar ja, langs de andere kant weet je ook van, als je er 300 hebt en je bent 33, ja, dan bekijk dit jaar per jaar. En daarom denk ik ook dat je er wel des te meer van geniet. En dan een avond zoals vandaag, waarbij dat ik eigenlijk vind dat we een fantastische match spelen. Dan maakt het wel dat allemaal heel mooi, of dat plaatje heel mooi in elkaar valt eigenlijk. Welk truitje van Zulte Waregem zou je nog willen? Ik bedoel, met welke rugnummer erop? Heb je nog een aantal wedstrijden in gedachten, of is dat te ver op de zaken vooruit lopen? Ja, ik zou zeggen 400, maar dat zijn er nog 100. Dat, als we seizoenen hebben, ja, zoals dit seizoen, kan dat op 2 seizoenen beklonken zijn. Ja, dus op 2 seizoenen, dat moet lukken. Ja. Pakt 400, ja, dat is goed. Naar de wedstrijd dan. Had je verwacht, en ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar dat het zo makkelijk zou gaan? Ik had wel verwacht dat we goed gingen spelen. Ik had op training al gezien dat de ploeg eigenlijk heel gretig was en heel gefocust. Omdat iedereen wel wist dat het belang vandaag heel groot was. In geval van winst, ja, dan doe je gewoon nog mee. En dan weet je nooit waar je die laatste 2 matchen nog voor speelt. Loker was wel iets minder goed dan dat ik verwacht had. Ik denk dat ze de minste prestatie tegen ons van dit seizoen geleverd hebben vandaag. Maar dat neemt niet weg dat wij gewoon als ploeg een hele schitterende match gespeeld hebben. Je staat hier natuurlijk bij ons omdat je 300 wedstrijden achter je naam staan hebt. En je weet zelf ook waarom nog, maar misschien kan je het even uitleggen voor de kijkers. Wel, de vorige keer dat je mij voor de camera haalde, was na een nederlaag. Ook tegen Lokeren? Ook tegen Lokeren, ja, dat is juist. En ja, ik zeg, ja, je hebt mij altijd nodig om me verliezen, dus. En nu heb je eindelijk mijn keer bij een overwinning voor de camera gehaald. Belofte maakt schuldig, Karel. Ja, klopt. Nu 2 wedstrijden, heel kort. Het seizoen zit er bijna op, maar we zijn nog niet uitgeteld. Voor de titel wordt het wel heel moeilijk, maar 2e of 3e plaats? Ja, het doel blijft voorlopig 3e. Daarvoor gaan we sowieso donderdag weer moeten winnen. Dat is iets wat we voor deze match ook al wisten, dat we 6-6 moeten halen thuis. Maar als dat lukt, ja, dan zijn we wel een beetje afhankelijk van die andere uitslagen, van die andere matchen. Als dat een beetje positief uitdraait voor ons, dan weet je nooit waar je nog kunt voor spelen in Brugge. En ja, of dat nu 3e wordt of 2e of misschien zelfs 1e, ja, je weet nooit. Daar moeten we gewoon vol voor gaan. En dat hebben we vandaag ook getoond dat we dat willen doen. En ik hoop dat we donderdag dat kunnen bevestigen. Mijns inziens heeft die wedstrijd van donderdag ook nog een beetje extra spankracht. Nog altijd ongeslagen dit seizoen thuis. En donderdag is de laatste thuiswedstrijd. Ja, dat is iets waar ik ook wel trots op zijn, dat moet ik wel willen vasthouden. En dan weet je dat als donderdag je laatste match dat lukt, ja, dat je dan heel seizoen thuis ongeslagen bent. Dus ik vind dat we dat sowieso niet mogen weggeven in de laatste match. Dat gaan we dan ook niet doen, neem ik aan? Nee. Oké, bedankt Karel Dane. Okay.